daar zijn we weer. Hoi. Het is vandaag 31 december tussen en we gaan vandaag een aantal categorie 1 video's opnemen. Ja, het verhaal is eigenlijk zo. Ik heb nog een berg categorie 1 verwerk van de coronatijd. Ja, dat is gewoon een winkel. Ja, dat is niet normaal. Ik heb toen een beetje ingekocht, want ja, ik dacht ik wil toch stoken. Ja, dan moet ik toch van de hele dag genoeg hebben. Coronatijd, toen waren natuurlijk vuurwerk verboden. Ja, dat heb ik nog allemaal liggen, want er is heel veel van over. Ik denk dat gaan we eerst eens een beetje allemaal opstoken. Dus dat gaan we doen. We gaan vandaag vuurwerk opstoken. U kent het plekje nog wel van vorig jaar? Ik had toch wel een beetje gas geven. Dat zal wel, ja. Dat is altijd een kutgolfje, hè? Ja. Dus wij nemen je mee vandaag. In deze video gaan we een stukje van het vuurwerk laten zien. Maar er komen nog meer vlogs aan die wij dus nu gaan opnemen, maar die je dus stapsgewijs gaat zien op dit kanaal. Ja. Dat is leuk, hè? Laten we eens beginnen dan. Let's go! Wij starten mensen met een pakketje. Het heet Future Class. Ja. Future Dance Class. Nou, dat zijn allemaal fonteintjes. We zullen eens eventjes wat aansteken. Doen we even tenminste samen. Dan steek Dustin de ene aan, steek ik de andere aan. Dan heb je een beetje sensatie op de video natuurlijk. Al een beetje show. Een beetje show, hè. Zo zat hij er wel hier. Ja, ik denk dit is nog het ouderwetse categorie 1 verwerk, mensen. Wat hebben we nog meer? We hebben nog handeltjes, kijk eens eventjes. Wat vandaan komt, maar het is gewoon tien bent. We hadden net de kleine vulkaantjes, nu de grote vulkanen. Doe dit thuis niet na, mensen. We gaan de drie tegelijk proberen te doen. Proberen, hè? Ja, proberen. Ken je deze nog, mensen? Crackling Shot. Volgens mij zijn ze van de Big Bazaar. Ik weet niet of ze nog bestaan. Want ja, ik heb al een hele poos geen categorie 1 verwerk meer gekocht. Omdat ik een overschot heb aan categorie 1 verwerk. We gaan er eerst even eentje aansteken. En dan proberen we er een aantal tegelijk te doen. Ja, eerst dus eentje om te laten zien aan jou wat het is precies. En daarna dus een aantal om er vanaf te raken. Kijk, het is ook
topkwaliteit, hè? Ja, dat voetje, hè? Want als je ziet in dat voetje, zit helemaal onder, ja, wat zou het zijn, joh? Is dat secondenlijm of zo? Ja, dit is een soort hobbylijm, denk ik. Dat hebben ze gewoon thuis gemaakt. Ja. Thuis bij het hobbyhuis. De Chinezen. Met een paar vanghangen erbij. Nou, daar komt die mensen, daar gaan we hoor. Ja, dat is het. Je gaat onder. Oh, kut. Ja, dit kan sensatie geven van een paar tegelijk, hè? Zullen we allebei een groepje neerzetten? Nee, ik ga een groepje van, kijk nog even. Ieder vijf. Doe er thuis niet na, mensen, want wij doen het wel, maar wij hebben iets meer verstand van vuurwerk misschien als jij. Wij zijn professioneel. Ja, wij zijn professioneel natuurlijk. Maar het kan natuurlijk gevaarlijk wezen, dus wij willen niemand aansporen om dit ook te doen thuis. Want officieel mag je natuurlijk niet te veel gaan zitten rommelen met vuurwerk. Het nadeel is dat het vandaag hard waait, dat heb je misschien al gehoord in de video. Maar goed, dat is niet anders. Het is natuurlijk wel kloten. Want er kan ook wel eens wat omwaaien. Bij mij staat dat denk ik wel. Hè? Bij mij staat dat denk ik wel. Ik denk van mij ook. Ik moet even een tonnetje pakken. Ik ook even een afvuurtje gebruiken. Ik kan denk ik. Naar amateur crackling cracker heb ik ook nog gevonden, ook van de Big Bazaar. 100 stuk zit er in een doosje. Nou, wat doet het? Ik zal het even laten zien. Komt ie. Nou ja, je kan beter illegaal vuurwerk afsteken, want dan is het karton gelijk weg. Ja. En nou blijft heel veel karton. Ja, nu blijft alles liggen, ja. Nou ja, leuk, maar we doen gelijk proberen heel het hele ding op te laten doen. Dus daar gaan we. Mensen, wat zijn we toch goed bezig? De vraag is, mensen, kunnen we dat met een grondbloem ook?
Prombloem, we kennen hem allemaal wel. Nou, wat doet het? Het doet dit. Oh, dat was er nog eentje. Dat was er nog eentje, ja. Dit doet het. Ja. Nou ja, de meeste jeugd, tenminste de meeste mensen van onze leeftijd kenden die dingen wel. Ja. Vroeger op 10 uur natuurlijk gelijk van die typische dingen afsteken. Vroeger categorie 2, dat waren ze, toen waren ze nog beter. Nou, een beetje napruttelen. Ja. Tegenwoordig categorie 1. Van de Lidl, kunnen we daar ook een heel pakje mee wegkrijgen? Gaan we eens even proberen. Dat kan ook worden. Doe het een beetje verder weg, want anders staat de auto in de fik. Ik kwam nog een pakje knetterballen tegen. Dit zijn de nieuwe knetterballen. Ik heb ook nog oude hoor, maar ik zal je even één laten zien. Van de Big Bazaar ook volgens mij. Nou, daar gaat hij. Wat doet de knetterbal? Wat denk je? Die van mij doet ongeveer hetzelfde hoor. Dat je niet denkt dat alleen deze doet. Vreselijk. Vreselijk. Ik pak straks toch wel een dingetje van de Aldi op in de volgende video. Nou, het hele pakje proberen. Ik moet even eentje bewaren. Want die van de jaar daarvoor, dat waren nog plastic zwarte. En die gingen van mij beter dan deze rotzooi. We gaan er eentje straks in de volgende video. Oris. We gaan er eentje in de volgende video gaan we zo meteen vergelijken. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Wat knal. Nou, let's go. Daar gaan we. Heel pakje. Dutty, jij steekt iets aan. Ik steek iets aan. Oké, daar gaan we erin. Oh, daar gaat hij weer. Hij gaat heel traag. Wat een kutzooi. Gaat hij nog? Nee, hij gaat niet meer. Of zo.
was geen succes, mensen. En we gaan deze video, deze vlog gaan we afsluiten met één ding wat je van ons gewend bent. En wat ben je van ons gewend? Het pakje ratellinten. Daar gaat er eentje uit zometeen. En die steken we dan aan. Dutty mag eerst even laten zien wat deze ratellinten doen. Het zijn de goeie van Aldi. Ze komen uit, even van, kijken. Van Den Aldi, hè? Van Den Aldi. Waar komen ze? Wanneer zijn ze gefabriceerd? Godverdomme, ik heb dat nou weer zien. Nee. Ik heb geen idee aan wat staat. Staat er niet bij. Maar je bednummer. Misschien kan je dat. 2019. Dat zou misschien wel eens kunnen. 2019. Ja. Van een bednummer, denk ik. 2019. Nou, dat zijn als goed is nog redelijke. Dus te laten even zien. Leuk, ja. Nou, dat kunnen we ook beter. We gaan het nog even leuker maken. Ik kom echt wel enthousiast uit van jou, hè? Let's go. Ja, leuk, ja. Dat is nog leuker. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze video. Mensen, vond je de video leuk? Duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor veel meer vuurwerkvideo's. Met humor. Hier alleen maar op de PDK, mensen. Dutty, bedankt. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Yo!